Familieknot, de familieknot, de familieknot. Knot, knot, knot. De familieknot, de familieknot, de familieknot. Knot, knot. Hallo, wie spreekt mij? Oh, zoek dekking! Shit! We bevinden ons hier voor de stripboekenruilwinkel van de familie Knots. Kinderen kunnen hier tegen een kleine vergoeding oude stripboeken ruilen. Dat meisje daar, Hansje, helpt een handje in de winkel. Wie is toch die man die zich daar zo verdacht voor die winkel ophoudt? Boekjes die wil ik ruilen voor 2 kuifjes. Hoeveel kost dat? 1 gulden. Dag. Dag. Help. Ja, help jezelf maar even hoor. Het is net zo spannend. Help, ik ben het meester Vogel. Oh, meester Vogel. Ik had helemaal niet gezien dat u het zo terug had. Moet eens kijken, wat een leuk boekje. Hey, wacht eens eventjes. Moet u geen les geven op school? Nee, ik kon er niet meer tegen. Ik ben weggelopen. Kan ik me hier ergens verstoppen? Nou, ga eerst maar eens even rustig zitten, hoor. Hoezo weggelopen? Ja, ik had naar mijn vader moeten luisteren. Die zei altijd, jongen, word nooit onderwijzer, want dan ga je eraan kapot. Nou, hij heeft gelijk gekregen. Hey, bent u midden onder de les weggelopen? Ja, we waren net aan het rekenen. Optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, tafels, altijd die tafels. 1 keer 13 is 13, 2 keer 13 is 26, 3 keer 13 is 39. Maar ze luisteren niet naar je, ze hebben geen respect meer tegenwoordig. Nou hè, kalm dan maar. De hoofdstad van Drenthe is toch Assen? Ja? Zie je wel, dat ben ik toch niet gek. En de hoofdstad van Nederland, dat is Madurodam. Volgens mij ben je knap overspannen, zeg. Hij moet maar even tot rust komen, hè, jongens. Nou, dan is hij bij de familie Knots in goede handen. Help, ze komen me halen. Wachtwoord. Ah, onkel X. Hij heet eigenlijk gewoon oom Frederik, maar hij noemt zichzelf onkel X omdat hij denkt dat hij geheim agent is. Een beetje belachelijk, weet je wel. Wie zag ik in het wegvluchten? Kom tevoorschijn, u staat onder arrest. Wie bent u? Vogel. Heet die vogel Vogel of is dat een code? Bent u spion? Nee, ik ben overspannen. Laat me met rust. Ja, ja. Nee, hij is gewoon een goede vriend van mij en hij is onderwijzer, maar hij is weggelopen van school omdat hij helemaal overwerkt is. En nou duikt hij hier een tijdje onder in de winkel, begrijp ja, je wel? Stop. Ik weet genoeg. Ik ga onmiddellijk naar boven de rest van de familie Knots op de hoogte brengen. Gooi hem in de boeien. Hij blijft onze gijzelaar, net zolang tot ik zelf begrijp waar ik het allemaal over heb. Boven de ruilwinkel bevindt zich de keuken, waar oma Knots druk bezig is met... Ja, wat eigenlijk? Zeg, wat ik nou toch gehoord heb van onkel X, weet je dat die rare vogel daar beneden zit? Die man moet hier weg, die trekt lastige kinderen aan. En als ik ergens een hekel heb, dan is het wel aan kinderen. Het bloed halen ze onder je nagels vandaan, die kleine kringen. Ach, dat valt al mee. Wat doe je dat toch weer? Ik maak een taart. Ik probeer het althans. Nou, wat heb je dat nou weer voor nodig? Er is toch niemand jarig, of wel dan? Ja, meester Vogel staat morgen 10 jaar voor de klas. Nou, wat zou dat? Ik zit al 40 jaar in deze stoel, maar voor mij wordt niks gebakken.
Nee, wel voor zo'n kwijle babbel die de hele dag met kinderen omgaat. Nou, dan moet je ook wel een tik zijn om je tussen die hyena's te vergeten. Wat doe je dat toch? Wat ben je toch onhandig? Je lijkt wel een kind die laat ook altijd alles vallen. Gouwe zemela. Ik wil niet veel zeggen, maar je maakt me helemaal zenuwachtig met je gezin, mon. Ja, val me maar af. Ga jij me met de vijand te heulen. Nou, het is morgen 30 kinderen door dit huis rondbanjeren en je porselein om diggen gooien. Je moet je niet bij mij komen klagen. Wat doe je nou toch weer? Een mens kan toch ook nooit eens rustig zitten hier? Tja, wel jammer dat die vogel nou net vandaag de bruiklijn heeft gegeven, hè? Loopt je jubileum mis? Nou ja, misschien is hij nog verstandiger geworden. Je weet het nooit met die gasten. Het zijn best lieve kinderen, die bengels van klas 4. Maar ze zijn zo rumoerig en ze leren geen zier. Nou ben ik heel geduldig en reuze handelbaar. Maar ik sloeg het liefst dat zootje met de koppen tegen mekaar. De meester ziet het niet meer zitten, de maat is vol. De meester ziet het niet meer zitten, het rijden door en door en door. Dat gemeier en gemier en gekletsen, geklier, veel geschreeuw maar weinig wol. De meester ziet het niet meer zitten, de maat is vol. Het is best een aardig klasje. Een tikje te brutaal. De schriften en de boeken vliegen door het klaslokaal. Ik kan heel veel verdragen. Jeukpoeder, klap, sigaar. Ik kan de roos om lachen, maar ik spat haast uit mekaar. De meeste zien het niet meer zitten. Is vol. De meeste ziet het niet meer zitten. Het rijdt er door en door en door. Dat gemeier en gemier en gekletsen, geklier, veel geschreeuw maar weinig hoor. De meeste ziet het niet meer zitten. De maat is vol. Ik lig in mijn bed te huilen. Geen kind weet daar iets van. Ik ben volwassen, dus ze denken dat je alles kan. Maar moet je nou als meester heel streng zijn en ook slaan? En steeds met strafwerk dreigen, daar heb ik een nekel aan. Ik wil dat ze van me houden, dat is mijn liefste wens. Ik ben wel onderwijzer, maar toch ergens ook een mens. De meester ziet het niet meer zitten, de maat is vol. De meester ziet het niet meer zitten, het rijden door. Weet je wat het is, Hansje? Die kinderen kunnen er ook niks aan doen dat ze geen respect meer hebben tegenwoordig. Dat komt allemaal van die slechte televisieprogramma's. Die programma's zijn trouwens helemaal niet geschikt voor kinderen. Er wordt maar niet geschopt en geslagen. Er wordt er zomaar iemand in vermoord. Kijk nou eens om je heen, die stripboeken die kinderen hier komen ruilen. Heb je die wel eens goed bekeken? Nou, ik lees ze hartstikke graag. Nee, ik bedoel, heb je ze wel eens goed bekeken? Heb je niet gezien dat er ontzettend veel geschopt en geslagen wordt, hè? Hier, deze ziet sterretjes. Deze wordt helemaal in elkaar geslagen. Is toch niet leuk meer? Kijk nou zelf eens. Ja, sorry, het is ook zo grappig getekend. Nou is hij boos. Nou ja, heb je natuurlijk altijd met overspannen mensen.
Of zou ik iets doms gezegd hebben? Goedemiddag. Ah, neef Herbert. Kijk maar voor je. Excuseer. Neef Herbert, hoe kom je nou weer aan die spullen? Eerlijk gevonden, toen ik een omweggetje maakte. Langs de zandbakken in het park. Ik dacht, het ligt er zo open en bloot, voordat de vuilnisman het meeneemt. Nee, neef Herbert, geef dat speelgoed maar aan mij. Dat is van kinderen uit de buurt, dat kan je toch niet maken? Wanneer word je nou toch eens eindelijk volwassen? Nou, ik dacht, zo'n 1, 2, 3 spelen dingetjes mist men niet zo. 1, 2, 3. Zeg, als grote mensen nou ook al een beetje de gek gaan uithangen, wat moet er dan van kinderen terechtkomen? Stelen. Gewoon niet nadenken dat het van een ander is. Nee, gewoon niet nadenken. Ze zijn allemaal veel te egoïstisch tegenwoordig. Wie is hij? Hij is meester Vogel. Hij is een beetje over zijn toeren. Hé, hey, het wordt hoog tijd dat tante Til zich er eens mee gaat bemoeien. Oh, als ze dat zou willen. Egoïsme en hebberigheid, dat is het ergste monster van deze tijd. En dat monster ligt elke dag op de loer dat het jou helemaal te pakken heeft. Excuseer, maar van monsters moet ik niets hebben. Ik heb nou altijd maar het gevoel dat niemand snapt wat ik bedoel. En toch is het allemaal waar wat ik zeg. Waren die rotkinderen bij u uit de klas nou maar niet zo egoïstisch als ze alleen maar aan hun eigen lol dachten, hè? Hij zou meer moeten opzitten en pootjes geven, hè? Wat dacht hij daarvan? Ja. Vroeger hadden de kinderen nog respect voor hun onderwijs. En dan gehoorzaamden ze tenminste. Waren ze gewoon goed afgericht. Is niet zo leuk voor het kind, maar wel heel makkelijk voor ons. Maar weet je wat het is? Tegenwoordig word ik behandeld als een hond. Joek? 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 Lekker koekje, hè? Hoe spreekt hij dan? Nee, wat is dat beest toch ongelooflijk lui. Die werkt het ook maar om een poot uit te steken. Nee, ik moet het natuurlijk weer persoonlijk in het mondje stoppen. Met op, hoor. Baasje eet het koekje zelf op, hoor. Jem, 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 wat een lekker koekje. Wat is dat voor een smerig spul? Zelfgebakken hondenbrood. Je zit er ook niet op, als word je in je eigen huis nog vergiftigd ook. Blijf jij maar liggen, ik pak hem wel. Hallo, met opa Knots, wie spreekt mij? Dag, het is het huis van de familie Knots. Hoor ik dat goed, ben jij je kind? Ja, ik ben Debbie uit de klas van meester Vogel, ja. De vierde klas. Wat moet je? Is meester Vogel soms bij jullie? Niks verraaien. Hoezo? Hoezo? Onze klas wil graag excuses aanbieden, want we waren zo vervelend geweest. Ja. En we vinden meester Vogel eigenlijk best wel aardig. We willen niet dat hij weggaat. Zo, jullie vinden hem eigenlijk best wel aardig. En waarom zitten jullie hem dan de hele tijd te sarren en te pesten, hè? Echt iets voor kinderen, stelletje pestkoppen dat jullie er rondlopen. Nou, meester Vogel komt lekker nooit meer terug. Maar we zouden morgen feest hebben, omdat de meester 10 jaar voor de klas staat. Ja, jullie willen hem natuurlijk alleen maar terug, omdat jullie dat feestje niet willen missen, hè? Dan moet hij weer tracteren. Nou, dat gaat mooi niet door, hoor. De vogel is gevlogen en dat is allemaal jullie schuld. Opa, toch, het is nog maar een kind. Zo, nou heb je niks meer te zeggen, hè, rotkind. Maar luister nou. Nou, zo, wat is het? Die arme kinderen, ze hebben toch spijt? Spijt? Spijt is niet genoeg. Echt berouw moeten ze krijgen, die kleine geniepertjes. Ze denken allemaal alleen maar aan zichzelf. Egoïst te zijn, zeg ik je. Ach, ouwe zemela, kijk jij eerst maar eens naar je eigen. Egoïsme is een monster. Dat zit in ieder kind. Dat zit in grote mensen, zelfs in je beste vriend. Soms doe je wel eens dingen die je eigenlijk niet wilt, maar dan sta je er gewoon niet zo bij stil. Dat die dingen voor een ander rottig kunnen zijn. Je denkt alleen maar aan je eigen gein. Egoïsme is een monster, dat wil altijd zijn zin. Dat wil gewoon het grootste stuk, dat schikt zich nergens in. Dat spreekt kwaad over anderen, uit jaloezie of haat. Een monster dat zijn eigen gang maar gaat. Dat wil altijd aandacht en heeft een grote bek.
en lacht om iemand met een gebrek. Egoïsme is een monster, dat zit in ieder kind. Dat zit in grote mensen, zelfs in je beste vriend. Daar moet je tegen vechten, daar moet je sterk voor zijn. Want anders krijgt dat monster jou klein. Want anders krijgt dat monster jou klein. Want anders krijgt dat monster jou klein. Helemaal boven in het huis is het salonatelier van tante Til. Onkel X, haar man, heeft daar inmiddels volledig ingelicht. Zeg aan die arendvogel zit dus beneden in de ruilwinkel, Frederik. Onkel X is de naam, hè, Tilletje? Frederik, lievertje, weet je wat jij eens gaat doen? Ga jij maar weer vlug iemand schaduwen, hè? Weet jij het wachtwoord wel? Misschien ben je wel een gevaarlijke spion. Hands up! Met dat kind ben ik nou 20 jaar getrouwd. Ik geef je 10 tellen om uit deze kamer te ontvluchten bij 10 vuur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Waar was ik nou toch ook alweer? Oh, een kladdertje hier. En een kladdertje daar. Ah. Je moet ervan houden, hè? Dit is kunst. Maar volgens mij rotzooi ik ook maar wat aan. Zo. Klaar. Hoewel, ik mis nog iets. Lettertjes misschien? Wie dit koopt, is gek. Zo. Pas precies in dit hoekje. Dat is nou net wat eraan ontbrak. Zo, nou nog een beetje de zaak opvullen. Binnen. Oh nee, dat had u moeten zeggen. Excuseer. Binnen. Goedemiddag. Hallo, neef Habert. Hoe was het vandaag op kantoor? Vraag zoiets nooit aan een ambtenaar. Zo, kopje thee. Oh, ik heb vanmiddag toch zo'n prachtig vliegtuig gevouwen op kantoor. Moet u eens kijken. Oh, ja, hoe kunstig. Zeg, maar wat is dit voor een papier? Nou heeft u mijn hele spelendingetje verruineerd. Neef Herbert, dit komt uit een heel belangrijk dossier van jouw kantoor. Het is zelfs staatsgeheim. Neef Herbert, dit moet morgen terug naar kantoor. Ja, tante Til. Onmiddellijk. Ja, tante Til. In ongevallen staat, hè? Ja, tante Til. Hele kunstige inspiratie is Fuji. Gaat u nou weer zo'n schilderij voor 1000 gulden verkopen? Natuurlijk, dan moet het toch eten, hè? Kijk, als ik mijn penselen niet laat wapperen af en toe, dan komen er nooit bonbons op tafel. Kijk, die ruilwinkel hier beneden draait eerder op verlies. Ach ja, nou ja, de kinderen komen nou eenmaal graag die tekenboekjes ruilen, hè? Ach, laat ze maar. Nou schijnt het tegenwoordig ook al een opvangcentrum voor overspannen onderwijzers te wezen. Dit is een lekkertje. Dat vogelindividu ziet overal monsters, weet u dat? En het was nog zo'n aardige man, hè? Zo leek het tenminste. Ach. Zonde van zo'n knaap. Weet u wat het is? Onderwijzers kunnen niet meer spelen. Omdat ze altijd de verstandigste moeten zijn. En als je niet meer kan spelen, word je overspannen. Dat zie ik toch zo vaak bij ons op kantoor. Nee, Herbert! Het wordt hoog tijd dat ik weer eens met de roze verf ga knoeien. Oh ja, leuk. Met de roze verf, tante Til. Leuk. Hoi, hoi, hoi. Hier is een nieuwe. Ja, 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 ja. Zo. Ha? Ja. Toe, tante Til. Mag ik nog even blijven kijken? Oké. Maar leid me niet af met je eigen fantasie, hè? Ik kan alleen alles wat ik wil echt laten gebeuren als mijn fantasie niet door de jouwe wordt gestoord.
Ik ben toch zo benieuwd. Een kladdertje roze hier. En een kladdertje roze daar. Arendje Vogel, wat doe jij daar? Ik ben ijverig, juf. Ik leer. Oh, ben je ijverig? Waar is dat nou weer voor nodig? Nou, om alles te weten, juf. Oh, dan wil ik wel zien hoeveel jij weet. Wat is dit? Huh? Die had je vroeger. Ik weet het niet meer. Ik ben het vergeten, juf. Een dinky toy. En wat is dit, hè? Huh? Dat play... Ik weet het niet, juf. Een Playmobil, stommertje. Ah, al die moeilijke Engelse woorden ook. Stilte! Arendje Vogel, doe jij maar eens leuk een auto na, hè? Huh? Ik begrijp niet wat u bedoelt, juf. Hermetje? Bring, 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 bring. En rem is plotseling? Rem. Hermetje? En hoe doet een geweer, hè? Huh? Ik had je niks gevraagd, Hermetje. Arendje Vogel, kom jij maar eens even leuk voor de klas. Knikker jij wel eens? Nee, juf. Hinkelen? Nee, juf. Heb jij wel eens de slappe lach? Nooit, juf. Wanneer speel jij eigenlijk? Nooit, juf. Hoe komt dat, Arendje Vogel? Nou, omdat... Ik zei, hoe komt dat, Arendje Vogel? Omdat er nooit iemand met me wil spelen, juf. Waarom wil niemand met hem spelen, Herbertje? Omdat hij, excuseer, een droogkloris is, juf. Hij doet altijd van die stomme spelletjes, zo van aardrijkskunde en rekenen en taal en zoiets. Wat zijn dat voor een rare spelletjes? Als ik nog één keer merk dat je zo'n ding bij je hebt, dan zwaait er wat. Ga maar weer naar je plaats en zeg jij maar 100 keer, ik ben een droogklorus. En je blijft extra na om met Herbertje in de speeltuin te spelen. Ik zal heel ijverig schommelen en wippen en vallen. Ijverig! Je moet het leuk vinden. Ons devies is niet voor niks. Nee, spelen is leren. Heb ik nou toch die spelen dingetjes gemaakt? Hermetje? Ik heb toch zoiets wonderlijks gedacht, droomd? Of heb ik nou geslapen en gedroomd? Nee, ik had mijn ogen open. Hé, Hansje. Hé, luister je wel. Het is net zo spannend. Wat is er dan? Ja, ik weet niet. Ik mocht naar school en toen moest ik verspelen of zoiets. Ja, nou, ik snap er niks van hoor. Sorry. En het gekke was dat alles roze was. Oh, dan snap ik het al. Tante Til komt weer eens niet later. Hè? Oh, nee, niks. Laat maar. Oh, nou ja. In ieder geval voel ik me een stuk opgeknapt. Ik voel me een heel ander mens. Ik ga weer naar school. Ik voel dat ik het aan kan. Kijk, als de mensen zich een beetje in elkaar zouden verplaatsen, dan zouden ze elkaar ook veel beter kunnen begrijpen. Nou, ik snap er niks van. Zo'n ingewikkeld gepraat. Maar kijk. Als ik me nou een beetje voor kan stellen dat kinderen nog speels zijn en kinderen kunnen zich een beetje voorstellen hoe ik me voel als ze met elkaar mij een beetje zitten te plagen. Nou, dan gaat het toch vast veel beter? Vast wel. Hé, Hansje, bedankt hè voor, nou ja, voor wat dan ook. Voel me gewoon knot goed. Zeg, ik kom morgen wel even langs om je te vertellen hoe het allemaal gegaan is, hè? Oh, ja, is goed. Dag. Oké, okay. Dag. Die is eventjes veranderd, hè? Maar ja, komt door de roze verf van Tante Til. Maar dat hadden jullie natuurlijk al lang in de gaten, hè? Hé, nu we elkaar toch spreken. Als je vader of je moeder of wat voor groot mensen ook nou een beetje overspannen op je overkomt, moet je even met ze buiten gaan spelen. Moet je zien hoe snel ze opknappen, hé. Hallo, met opa Knots. Wie spreekt mij? Ik ben het. Toch niet weer datzelfde kind, hè? Ja, en u hoeft zich nergens ongerust over te maken, hoor. En ook niet meer fans te zoeken, want de meester is lekker weer bij ons terug. Dag. Nou ja, niet meer ongerust te maken, niet meer verder te zoeken, net of ik die moeite zou nemen. Zeg, oma, die vogel is toch weer terug, hoor, naar het hol van de leeuw. Oh, is die teruggegaan? Ja. Oh, dan is het maar goed dat ik een taart voor hem heb gebakken. Ik ga hem meteen maar even brengen. Oh! De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Kno, kno, kno. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Kno, kno, kno. Oh, zoek dekking!